Yo, kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Planet Zoo. Jongens, we gaan lekker verder waar we natuurlijk afgelopen donderdag waren gebleven, dus dat komt helemaal goed. Perfect, goed. Prima, we waren natuurlijk hier mee bezig. Kijk, we hebben dit hok natuurlijk gebouwd en dit hok natuurlijk. Maar ik vind het dus allemaal een beetje kalerig, vind ik. Ik vind van wel. Dus we moeten dat, ja, iets meer. Wat is dit dan? Bezoekende speler. Ik heb natuurlijk hier allemaal meldingen. Dieren. Oh goed, negativiteit. Waarom? Die moeten. Ja, die zitten allemaal hier in de buurt, hè. Nou, dat blijft zo staan, daar kan ik niks aan doen. Want ik vind het hier wat kalerig. Hier, dit is allemaal. Mooi, zo'n gras wil ik hebben. Wil ik ook hier hebben, kijk. Hier valt op zich wel mee. Maar hier, dit, dat. Dat vind ik gewoon niet mooi. En daar zitten gewoon gaten in. Zie je, daar zitten gewoon gaten. Ah, kijk, hij is dat allemaal aan het repareren. Hij is het allemaal aan het repareren, dat is goed. Het is allemaal van glas, hè? Ja. Dat is denk ik wel beter. En dit hier niet. Dus gewoon deze hier, daar ga ik toch meer. Kijken. Terrein. Gras lang, gras kort. Dat is eigenlijk alles. Vind ik echt op gras kort, dat vind ik veel mooier, veel fijner. Misschien hier nog. Ik denk dat het. Ja,
Dit ziet toch veel en veel mooier uit. Lekker mooi kort gras. Dat is natuurlijk geblokkeerd, aangezien dat ik natuurlijk... Nee, er hoeft geen water bij, dat hoeft niet. Dus dat is zo goed. Klasse 3 voer. Tier 4. Genoeg water, genoeg slaapplek, genoeg qua eten. Dat daar klik ik net op. Al het eten op. Ik ga nu hier even kijken of die genoeg eten heeft. Ik moet daar op klikken. Ah, kijk, ik moet hier. Onderhoud. Zes. Dat wordt wel automatisch gedaan, dus ik denk dat dat geen enkel probleem hoeft te zijn. Om dan misschien hier langs ook natuurlijk een hok. Maar ik vind dat dit erg kaal is. Dus ik wil er eigenlijk... er misschien zelfs een boom in doen, bijvoorbeeld. Voor wat stenen. Kijk, hebben we niet iets een beetje bij elkaar is. Bijvoorbeeld als ik nou zoiets plaats, bijvoorbeeld. Dat zou in ieder geval wel al heel tof zijn. Ja.
Het ziet er wel iets mooier uit. Kijk, daar ziet er wel wat. Hier nou. Zo'n boom neerleggen. Dat zou ook wel wat. Dan ziet de mensen niet zo kalig uit, hè? Dit zijn weer beelden. Zo'n apenrotsen, dat. Dit zijn natuurlijk allemaal stenen. Die zijn net te groot. We moeten nog zoiets hebben, maar dan kleiner. Maar dat hebben we niet en dat is jammer. Heel jammer eerlijk gezegd. Ja, je hebt wel dit, maar dat is het ook niet wat ik zoek. Plaats ik hem hier. Die verwijder ik heel even. Dat is straks hier het eten. Kunnen aanleggen. Er is er eentje ziek, die zijn een paar ziek volgens mij, best wel wat. Kijk, hier ligt gewoon al eten in. Zie je, daar ligt gewoon eten in. Wat was dit? Kleine bal. Ah, die ligt gewoon hier. Freaking resetten. Ah, kijk.
goed. Maar ik ga denk ik het hier zo belaten. Dan we de volgende keer hier een mooie dierhok. Dus ik heb dit wat beter en veel mooier gebouwd. Ziet er ook iets toffer uit, hè? Een paar sproeiers hier. Die heb ik hier ook. Er zijn ook nog kleinere, zie ik. Dat is allemaal oké. Er is eentje volwassen geworden. Er zijn best wel wat dieren hierin zitten. Dus dat is goed. Goed. Dan ga ik het hier in ieder geval even laten. Dan zien we elkaar gewoon weer donderdag weer terug. Dan gaan we hier waarschijnlijk een nieuw dierhok bouwen. Ja, goed kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot donderdag dan maar weer, jongens. Mazzel!